Ik ben Hidde, ik heb het boek gekozen, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Omdat ik het natuurlijk een leuk boek vind. Ja, het is absurd, daardoor is het heel grappig. Er gebeuren veel grappige dingen ook in de geschiedenis van de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Ja, hij klimt uit het raam en verdwijnt, dat is een korte samenvatting van het boek. En ja, het is gewoon heel erg absurd en er zitten rare dingen in, maar ook dingen, ja, het is een bijzondere hoofdpersoon. Ja, nou, dat is waarom ik dit een leuk boek vind.